Een kunstenaar, Paul Wooi, die zijn leven wijde aan het vormgeven van de menselijke ervaring door kunst, is gisteren op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn nalatenschap werd in januari gevierd met de toekenning van de Rotary Vocational Excellence Award 2024, een bekroning voor de bijna 60 jaar lange toewijding aan zijn vak. Gedurende zijn carrière heeft Wooi de diversiteit van de samenleving op meesterlijke wijze vastgelegd, waarbij zowel de mensen als hun omgeving centraal stonden in zijn werk. Bij het ontvangen van de award werd benadrukt hoe zijn artistieke visie een diepte vond bij velen en dat zijn erkenning niet alleen hemzelf, maar ook de bredere gemeenschap omvatte. Paul Lam Kong Wooi Atsoy begon zijn artistieke reis met tekenlessen in Hongkong van 1948 tot en met 1952, waarna hij zijn opleiding vervolgde aan gerenommeerde instellingen zoals de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag in de periode van 1957 tot en met 1959 en de Normaalschool voor Tekenleraren in Amsterdam van 1959 tot en met 1961. In 1961 specialiseerde hij zich verder in modeltekenen en boetseren aan de Vrije Academie in Den Haag, voordat hij in 1966 terugkeerde naar zijn geboorteland. Zijn werken, die de nuances van de menselijke ervaring en omgeving vangen, zijn te bewonderen in collecties verspreid over de hele wereld. Na zijn bijdragen als schilder onderscheidde Wooi zich ook als auteur. Met zijn heengaan verliest Suriname een groots kunstenaar. Direct zijn personeel van ATV condoleren de nabestaanden van Paul Wooi en liefhebbers van zijn kunst.